In deze video wil ik je laten zien hoe je ijs maakt van fruit en yoghurt. En daar gebruiken we bevroren fruit voor. Dat is al bevroren. En voordat de yoghurt erbij gaat, meng ik het eerst met melk. Om het een beetje in beweging te krijgen. En dat doe ik in de blender. Kijk, nu heb ik dat fruit al een beetje fijn kunnen malen. Nu kan de yoghurt erbij. Het recept vind je natuurlijk in Vriendin. En nu ga ik hem verder malen, maar voordat ik dat doe, doe ik er ook nog voor de zoetigheid een beetje honing bij. En nu maal ik hem verder tot het mooi smeuig is. Ik maal het liefst met een puls. Een puls is belangrijk omdat je dan de beweging erin houdt. Dan zakt het zelfs naar beneden. En dan kan je dat wat beter malen. Nou kijk, zo heb je eigenlijk een soort soft ijs gemaakt van yoghurt en fruit.